Gegroet van harte van Vreems en Roelementen. Lang geleden, hè? Ik ben nog altijd Tim van der Mensbrugge en zoals gewoonlijk wil ik u besmetten met mijn verslaving aan inline skaten. Ik heb precies mijn tijd genomen om nog een keer skatefilmpje te posten. Niet dat ik de voorbije maanden gestopt ben met rollerbladen, ik sta nog altijd elke dag op wielkes. Alleen is er tijdelijk niet van gekomen om beeldmateriaal te monteren. Het is de schuld van werk en vakantie en al. Ik bedoel maar, de beelden van dit filmpje dateren ze waren al van begin juni. Dat is ver 3 maanden geleden. Ik skate toen naar de Glamco Arena, de thuisbasis van de Gantoise, voor een stevige oefensessie op de parking onder de Brico Planet. Slides, jumps, transitions, ik wil dan een keer flink op werken. Ik moet er trouwens nog altijd op werken. Vergeet niet dat ik nog maar een beginneling ben die nog geen jaar op inline skate staat. Ik ga de komende jaren nog veel moeten oefenen. Ik moet mijn prille skills zien te onderhouden, ik heb nog superveel nieuwe dingen te leren. We beginnen met wat power slides. Doe ze vrij klassiek. Mij omkeren, goed door mijn ene knie gaan, zodat de hoek van mijn remmende voet zo klein mogelijk wordt. Tegenwoordig doe ik ook power slides met de lunge entry. Ik probeer dat toch. Asha Kirkby heeft daar een goede tutorial voor. Krijg de link er gratis en voor niets bij. De gladde ondergrond is perfect om power slides te oefenen. Zo krijg je de beweging onder de knie zonder dat je wielen afschuurt tot op de roelementen. Powerslide is wijs, maar ik hoop je soms ook op de soldeslide. Daarbij is het principe dat u een ene voet blijft rollen, terwijl u een andere voet vooruit stikt om ermee te remmen. Mijn ondervinding is dat die soldeslide soms van pas komt om wat te vertragen, bijvoorbeeld op een helling. Maar in de praktijk grijp ik veel sneller naar de T-stop. De soldeslide ziet er soms wel wijs uit. Soms. Ik vind meer een manierisme dan een praktische rembeweging. Powerslides voelen sowieso veel cooler.
iets onder de knie te krijgen, moet je het geen 50 keer doen. Ook geen 100 keer, maar minstens 1000 keer. En dan nog kom je soms domme stoten tegen. Tijd voor een andere oefening, springen. Springen op inline skate is niet moeilijk. Je maakt wat snelheid, je duwt af en hoop gezweefd door de lucht. Het is het landen dat verraderlijk is. Je landt het best in een scissor of predator houding. Dat wil zeggen, met je ene been een beetje voor het andere. Leun goed voorover, want anders kletst je achterover en breekt je bijvoorbeeld je schouder, je pols of je achterhoofd. Mensen die al de achterhoofd breken en te overleven zijn vertrokken voor carrière en ziekenkaas. Begin met kleine sprongjes en zodra dat je voelt dat je het kunt, kunnen met kegeltjes je actieradius gaan uitbreiden. Wat ik zelf nog zwaar op moet oefenen is oogspringen. Mijn wielen blijven precies nog te veel aan de grond plakken. Is het trouwens opgevallen aan mijn camera dat een Insta361 ondermaats presteert bij de lichtomstandigheden van een ondergrondse parking? Mij anders wel. Zijn opvolgers, de One X en de One R, schijnen veel beter te werken in het donker. Maar die dingen kosten kluit die ik momenteel niet heb liggen. Zie de mijnen al? Schoon dingen. Ik heb het nooit gebruikt om schoorvoeten toegeven. Ik wil hem bewerven als ik me op een ramp waag. Ah, dat is hier mijn selfie stick. Een invisible selfie stick. Als ik mijn camera erop monteer, onttrekt die stick zich aan het gezicht. Gelooft mij niet? Kijk maar. Voilà, ik ben alweer helemaal aan het einde van mijn Latijn. Bedankt voor het kijken, ik apprecieer dat dan al. Merci ook mocht je willen abonneren, zo mis je geen enkel filmpje.
want ik zweer het u, het is nog het een aan het ander aan te komen van materiaal. Tot in de draai. Joe.